In Groesbeek ligt de grootste Canadese oorlogsbegraafplaats van Nederland. Op deze begraafplaats liggen 2618 soldaten begraven, de meeste afkomstig uit Canada. Ook staat er op de begraafplaats een monument voor ruim 1000 vermiste soldaten. Stichting Faces to Graves geeft deze soldaten letterlijk en figuurlijk een gezicht. Stichting Faces to Graves wil ervoor zorgen dat de soldaten die hier begraven liggen niet vergeten worden. Daarom schrijft een researchteam van 30 vrijwilligers de levensverhalen van deze soldaten op. De feiten worden uit documenten van de Commonwealth War Graves Commission gehaald. Deze Canadese organisatie is eigenaar en beheerder van de begraafplaats. Daar halen we alle feiten uit, maar de extra informatie is wanneer dus inderdaad een gezicht, een extra foto, een document toe kunt voegen, dan heb je een verhaal wat meer impact heeft. Zoeken, echt researchwerk doen en daar een heel mooi levensverhaal van maken. Zodat het echt, ja, als je hier bent, dan zie je allemaal graven, maar dat je echt het idee krijgt, ik sta bij bijna een familielid. Op de website van de stichting staan inmiddels al zo'n 1000 verhalen. Deze verhalen en foto's vormen samen een digitaal monument. Veel informatie verkrijgen de vrijwilligers ook via familieleden van de soldaten. Dit leidt vaak tot een speciale band. De vriendschap die ontstaan is na alle ellende. Zij waren hun jongens verloren. Nog steeds zien wij dat Nederlandse gezinnen met Canadese vriendschap hebben. En dat is natuurlijk heel erg mooi. Zo'n speciale connectie heeft Saskia met de familie van de Canadese soldaat Matteson. Haar opa en oma adopteerden zijn graf na de oorlog. Al haar hele leven komt Saskia meerdere keren per jaar bij het graf van de soldaat. Ja, voor mij voelt het als familie, want het was gewoon altijd meerdere keren in een jaar. En zeker rond 4, 5 mei gingen we gewoon naar Ivan Fowler Matteson. Zijn volledige naam ontdekte Saskia pas in 2015. Dat was ook de eerste keer dat ze een foto van de soldaat zag. En ja, dat kwam echt heel erg binnen. Dan heb je echt het idee of je een verloren familielid vindt. Door alle verhalen op te schrijven wil de stichting dat mensen bewust blijven van wat vrijheid betekent en welke opofferingen hiervoor gegeven zijn. Ik ben opgegroeid in vrijheid en dat is iets wat heel belangrijk is. En die waardering willen wij uitspreken in onze levensverhalen.